We zitten vandaag op de fanaccountdag en we zitten in de kantine nu en we hebben eigenlijk iedereen hier wel aan de tafel zitten. Dus laten we even een snel voorstel rondje. Zo. Laten we even een snel voorstel rondje doen. Ja? Ik ben Jani en ik ben van het account hartpaarden.fanx. Helemaal leuk. Hoi, ik ben Kim en ik ben van het account Stokpaardrijding Kim. Ik ben Aya en ik ben moderator. Heel leuk. Hi, ik ben Tessa en ik ben van Hart voor Paarden. Nou, hoi, ik ben Elisa en ik help Hart voor Paarden. Hoi, ik ben Eva en ik ben van het account Tessa-Hart voor Paardenfans. Hoi, ik ben Samantha en ik ben van het account Hart voor Paarden-1. Hoi, ik ben Lola en ik ben van het account hvp.paarden2. Hi, ik ben Lien en ik ben van een fanaccount. Ja, hoe heet het fanaccount? Oké, hier komt het. Hart.voor.paarden.fans. Doe het. En ik ben Kim. Ja, ze vinden ze leuk. Met alle. Ik werk dan natuurlijk niet als je een fanaccount hebt voor een YouTube kanaal. Dan moet je gewoon even zwaaien. Hallo. Gewoon lekker eten. Vrouw vindt het wel lekker. Ja, hier wordt ze geaaid, die hoeft niet meer gepoetst te worden. Nee, heel klaar. Die staat best wel hoog volgens mij. Dinsdag, ik kom net uit school en ik ga vandaag mijn bel bijtrit, want het is best lekker weer. Ja! Vandaag woensdag en ik ga met Verona aan de springles. En Verona die is vandaag niet in de mood volgens mij. Want ze duwde de hele stal open. Net ging ze ook al tegen mij aanduwen. Dus ja, vandaag de springles. Ik heb er super veel zin in. Ook heb ik het al super vaak gezegd. Ik mag het ook niet meer zeggen, maar dat maakt niet uit. En wel zat hij in de stapmolen met een riptekstje. Omdat ze vandaag vrij heeft. Oh. Nou ja! Ik heb in de springles gezeten, ja.
En het ging super goed. Af en toe ging... af en toe ging ze wel een beetje hard. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het echt heel leuk. En ik heb ook wel weer veel geleerd. Fel zonnetje ineens. En mijn petje niet op. Nou ja, goed. Het is vrijdag vandaag. En hier achter mij zie je Tess losrijden. Die gaat zo de springles in. Ik zal er een paar sprongjes van filmen. Dat is misschien nog wel leuk om te zien. Ja, dat was hem eigenlijk al. Ja, mijn first lady heb ik niet. Ik heb een little lady. Maar ik heb nu wel een first lady zonneklep. Ideaal, want deze komt veel verder met schaduw over je ogen heen. Dus daar ben ik gelukkig mee. Neemt niet weg dat zodra ik het petje opzet er natuurlijk bijna geen zon meer is. Nou ja, iets. Je ziet wel schaduw. Ja. Dus nu kan ik wel naar springles kijken. Om het net zo te knijpen, dan krijg ik hoofdpijn ervan. Zo. Tess die heeft een hele bewegwijzering gekregen om goede lijnen te leren aanrijden. Dus dan weet ze precies hoe ze moet wenden. Dus dan gaat ze over een balkje. Dan moet ze weer over een balkje. En zo rijdt ze precies goed aan op de hindernis. Dus dat is op zich een soort grappig. Kijken en wenden. Hou hem mooi in het midden. Het is net bewegwijzering. Iets met je been komen daar, niet boos worden. Uitstekend. Zo, blijf daar in het midden. Zie je, dan moet ze er langs en dan moet ze voor die. En hoppatee. Dat is goed. Ze gaat door de bewegwijzering. Dan weet ze precies hoe ze moet rijden. Dan zijn de lijnen wat makkelijker. Goed. Naar die bruine. Dus ik kan prima onthouden waar ze heen moet. Handjes naast elkaar. Alleen echt recht op een hindernis aanrijden, dat is nog wel lastig. Iets kuifomen, uitstekend. Goed die hoek in. Maar met bewegwijzering gaat het toch een stuk beter. Kijk, en dan moet ze tussen de balkjes door. En zo heeft ze goede aanrijlijnen. Hey. Dat is toch handig dit, jongens. Dat wil ik ook. Ik heb vandaag de springles gehad van Steve en het ging super goed. En wat bleek is als ik een betere aanrijding heb. Oh nee, dat zei ik heel verkeerd. Nee, als ik betere lijnen rijd, dat ze er ook makkelijker overheen gaat. Dus wat we nu hebben gedaan, we hebben balkjes neergelegd. Ik heb het al laten zien. Ja, en dan kan ze zelf ook beter de richting zien. Bijvoorbeeld van, hey, ik kan niet naar links toe, ik kan niet naar rechts toe, dan moet ik er wel overheen. Of weigeren, maar dat is liever geen optie. Dus ik ben super trots op ons. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op het belletje. Vind je het belletje heel fijn. En zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!